Waren we het er toch over eens dat je Bing niet zou helpen? Nou, eens. Je hebt het me verboden. Dus je wilt hem gewoon helpen? Hij heeft een beroep op me gedaan. Het is een goede vriend van me. Hij is er met mijn kind vandoor gegaan. Nou, trek nou niet alles meteen op jezelf. Hey. Oké. Ik respecteer je wens. Echt. Maar je moet wel weten dat er heel veel echtscheidingsadvocaten zijn die alles doen voor geld. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat het niet per se in het belang van Max is als Bing zo iemand inhuurt. Dit is chantage. Je gebruikt Max om je zin te krijgen. Nee, ik probeer je uit te leggen dat het in het belang van Max is als ik Bing help. Je probeert Bing te helpen om zijn kinderen af te pakken van zijn moeder. Is dat in het belang van Max? Snap het nou, als jij zo tegen Bing doet, dan is hij heel snel klaar met je. Je kent hem toch? Ik ben hier zo klaar mee. Ik ben echt moe. Elke keer weer te moeten vechten. Elke keer als ik denk, ja, nu ben ik happy. Nu heb ik iets bereikt, wordt alles weer van me afgenomen. Mijn land, mijn familie. Farah. En straks ook mijn zoon. Waarom kan het gewoon niet een tijdje gewoon goed gaan? Er gaan heel veel dingen wel goed. Nee, alles is onzeker. Ons huwelijk, mijn werk, relatie met mijn zoon. Hey. Dit is ons zoveelste misverstand. Ja. We zijn allebei bang, we zijn allebei onzeker. We zijn wel samen. Je denkt dat ik aan Bing's kant sta, maar ik zit in jouw team. En daarom help je me aan volledige voogdij. Nee, snap het nou. Als ik Bing help, dan kan ik hem beïnvloeden. Dan kan ik juist voorkomen dat je Max kwijtraakt. Dit zeg je alleen maar om mij om te praten. Nee, liefste. Mijn belang ligt bij de kinderen. Dat ze hun moeder kunnen blijven zien. Dat Max jou kan blijven zien. Ik snap dat je bang bent. Echt, maar dat hoeft niet. Je bent heel veel kwijtgeraakt, maar je hebt ook heel veel terug. Een nieuw land, een nieuwe carrière, mij. En ik blijf. En Max ook. Nina.